Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aerts. Vandaag gaan we voor welke kans met dat bel. Ik kom een video met voor welke kans met een namensboom, maar dit is voor welke kans met dat bel. In dit geval gegeven aan jongens en meisjes die wel of geen bril dragen. Je merkt dus, een aantal jongens, 70 jongens dragen geen bril en 14 wel een bril. Ja? Meisjes, 34 dragen geen bril en 16 wel een bril. Ja? Nu gaan we even de tabel verder afwerken. Goed kijken, hoeveel dragen een bril? 27 voor 44 is 70 leerlingen dragen een bril. Wel een bril is 14 plus 30 is 30. Ja? Voor jongens zijn er 26 plus 14 is 40 jongens. En voor meisjes zijn er 44 plus 16 is 60. En samen geeft dat altijd aan beide kanten 100. Ik heb 100 gekozen om een gemakkelijke berekening te maken. Ja? Nu gaan we eerst gewoon de kans van een jongen berekenen. De kans op jongen is gewoon, het zijn totaal 100 leerlingen. Ja? Voor jongens zijn er, het zijn 40 jongens. Dat is 40 honderdste. Hoeveel meisjes zijn er? Wel, ik kijk hier. 60 van de 100 zijn meisjes. Ja? Je kunt ook kijken de kans op een geen bril. Van de 100 zijn er 70 die geen bril dragen, dus 700. Wat kan op wel een bril? 30 honderdste. Ja, die som moet altijd 100 zijn. Dat zijn de hoofdkansen. Nu gaan we de voorwaardelijke kansen rekenen. Wat betekent voorwaardelijke kansen? We gaan een voorwaarde stellen. Hier, de kans. Voorwaarde dat je een meisje, dat je wel een bril draagt, dat je jongen bent. Dan geef je een noemer op het aantal mogelijkheden voor wel een bril. Voor wel een bril zijn er 30 mogelijkheden. Ja, dan zie je dat voor jongens daarvan 14 zijn. Dus de kans is dan 14 dertigste. Ik ga hem niet verder uitwerken, gewoon een uitrekening 14 dertigste. Je kunt ook rekenen de kans, als je wel een bril bent, dat je een meisje bent. Dan geef je opnieuw de noemer op de voorwaarde wel een bril is 30. Hoeveel zijn de meisjes? 16. Samen moet dat 30 zijn. Je kunt ook omgekeerd berekenen. Ja. Geen bril. Ja. Hoe zijn het dan jongens? De voorwaarden geen bril zijn totaal 70. Ja. Voor jongens ervan 26. Dus 26, 70. De voorwaardelijke kans. Ook voorwaardelijke kans. Geen bril, maar je bent een meisje. De voorwaarden geen bril 70 van. Hoe zijn het van meisjes? 44 opnieuw. Som moet 70 zijn. Ja. Je kunt ook omgekeerd werken. Ja. Wat als je een meisje bent, dat je geen bril draagt, kan zijn. Voor een meisje, hoeveel meisjes zijn er? We noemen geven het aantal meisjes, dat is, hoe kijken, 60. Wat is de kans dat je geen meisje bent, geen bril draagt, sorry, geen bril draagt, is 44, 60ste. Nu we vragen, wat is de voorwaarde als je een jongen bent, hoeveel jongens zijn er? Er zijn totaal 40 jongens. Wat is de kans dat je geen bril draagt, ja, is dan 26, 40ste. Ja. Je kunt ook verder werken. Ja, de kans dat je een meisje bent en wel een bril draagt, zijn dus 60 meisjes. Hoe draag je wel een bril? Dat is 16, dus 16 zestigste. Ja, je kunt ook zeggen, de kans dat je een jongen bent en toch een bril draagt. Dus de kans op wel een bril en voorwaarde een jongen. Voor jongens zijn er 40 jongens. Ja, en de kans is dan 14. Dat noemen ze de voorwaardelijke kansen. Ja, je hebt een voorwaarde, die schrijf je een noemer. Hier, voorwaarde wel een bril. Geef je 30 in een noemer en kies dan de J jongen 14. Nu, wat is je speciale eigenschap? Als je kijkt naar gewoon de kans op wel een bril. Hoeveel mensen draaien er al een bril? Dat is 30 honderdste. Ja? Als je kijkt naar de voorwaarde kans, als je een meisje bent en dan een bril draagt, die hier staat, dan vind je de waarde 14, 16, 40, 60ste. Dan merk je dat die niet gelijk zijn. Ja, je merkt die getallen, als je uitwerkt, heb je niet gedaan, dat zullen niet gelijk zijn. Je kunt ook met andere voorwaarden doen. Ja. Bijvoorbeeld, ik kies de kans op een jongen, die is 40 honderdste. Als je een voorwaardelijke kans kiest, bijvoorbeeld hier beneden de kans op jongen en geen bril, de kans op jongen maar geen bril, die kans, die voorwaardelijke kans was 26 70, zijn niet gelijk, dat noemt men afhankelijke kansen. Dus als de voorwaardelijke kans niet gelijk is, kijk in de hoofdkans, heb je een afhankelijke kans. Ik heb een aparte video over afhankelijke kansen. Hier een voorbeeld van afhankelijke kansen. Ja. Dit is de uitleg over voorwaardelijke kansen met een tabel. Hoe bereken je dat? Wel, de voorwaarde schrijf je in een noemer. Heb je bijvoorbeeld 30, dan kies je de link uit, bijvoorbeeld 14, krijg je 14 dertigste. Enzovoort. Dus noem voorwaardelijke. Dank voor de aandacht de volgende keer. Als je het een goede video vond, ga dan naar mijn website www.jozefaerts.com of geef een like. Nog heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Bye!